aan de orde. En kijk bij de rangschikking ook naar de systeemkosten die sterk fluctuerende energiebronnen met zich meebrengen en die we nu met elkaar via de transporttarieven betalen. En mijn vraag is of de staatssecretaris ook dat op wil pakken. Voorzitter, dan energie uit water. Want de wat beperkte blik in de SDE++-regeling geldt ook voor het laten liggen van kansen voor energie uit water. We konden dat vanochtend op het plein hiervoor ook zien. Naast het grote gebeuren rond Tata Steel stond ook een kleiner bankje met een mooie VR-bril wat we uit water kunnen halen. En die productie van stroom uit bijvoorbeeld getijdenenergie is veel stabieler en betrouwbaarder dan die van windturbines en zonnepanelen en vergt volgens mij ook minder systeemkosten. En daar is juist in dat TNO... Ja, dank. Daar is in het TNO-rapport nauwelijks naar gekeken. En volgens mij liggen er ook exportkansen. Dus ik vraag de staatssecretaris om haar steun uit te spreken voor grootschalige demonstratieprojecten en samen met de sector geld te halen uit Brussel. Omdat het ook naadloos aansluit op de Europese ambitie. Voorzitter, gezien de korte tijd die ik heb... De eerste beweging is dat de afgelopen jaren de ontwikkeling van de energievoorziening te veel is overgelaten aan marktmechanismen, terwijl er meer sturing door de overheid nodig is. De manier waarop we de energievoorziening zich nu laten ontwikkelen leidt vaak niet tot de meest maatschappelijk optimale uitkomsten. En de oorzaak daarvan is dat het idee dat de markt vanzelf tot de meest maatschappelijke wenselijke uitkomsten leidt, alleen geldt als alle marktprikkels de goede kant op staan. Maar die ideale situatie bestaat niet en nooit. Om dit concreet te maken, bij de subsidiëring van duurzame energiebronnen wordt bijvoorbeeld te weinig rekening gehouden met de totale systeemkosten. Collega Stoffer die had het daar ook al over. Daarnaast nemen we ook de bredere kosten en baten, zoals ruimtelijke impact of economische kansen, onvoldoende mee. Het gevolg is dat we in Nederland nu veel capaciteit aan zonne-energie bijplaatsen, terwijl dat een suboptimale ontwikkeling is en op andere fronten, zoals geothermie en groen gasproductie, de ontwikkelingen bijna stilstaan. Andere technologieën die in de toekomst nodig zullen zijn, blijven buiten beeld. Om beter te kunnen sturen zijn twee dingen nodig. In de eerste plaats moeten we opnieuw overwegen schotten in de SDE te gaan bouwen. Bijvoorbeeld tussen elektriciteit, gas en warmte. Dat geeft ontwikkelaars meer zekerheid en zorgt ervoor dat we niet hollen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, terwijl we bijna stilstaan op het gebied van duurzame warmte. Is de staatssecretaris bereid hierover na te denken? En in de tweede plaats hebben we meer inzicht nodig. We sturen nu nog te veel in de mist. We hebben optimalisatiestudies nodig die analyseren wat een optimale energiemix voor de toekomst kan zijn, rekening houdend met de ruimtelijke impact en de beschikbaarheid van grondstoffen. Is de staatssecretaris bereid deze optimalisatiestudies te laten uitvoeren? De derde beweging die nodig is, is dat we de te beperkte focus op goedkope CO2-reductie loslaten en gaan werken aan groene industriepolitiek. En dat betekent dat we beter gaan kijken naar de koppeling tussen CO2-reductie en het versterken van het verdienvermogen van Nederland. Op dit moment missen we geschikte instrumenten om clusters van bedrijven en waardeketens te ondersteunen. De SDE++ is daarvoor minder geschikt. Is de staatssecretaris bereid daarop te reflecteren? Laatste minuut. Dan sluit ik me aan bij het pleidooi van collega Stoffer over energie uit water. Een pleidooi voor innovatie, een pleidooi voor dynamic tidal power, een energiedam in zee. TNO rekent wat conservatief, maar ziet grote kansen. Hoe staat het met het vervolgonderzoek en met de pilots? En dan tenslotte... Dat is 2:10. Dan gaan we nu naar het mapje SDE, ODE en andere subsidies. En dat betekent dus dat waar we niet aan toe komen, de vraag aan de staatssecretaris is om die schriftelijk te beantwoorden voor 7 juli het notaoverleg. Dat jullie dat op tijd krijgen en daarna mee kunnen nemen in het notaoverleg. De staatssecretaris. Ja, zo zullen we het doen, voorzitter. Nou, dat was de heer Stoffer, de heer Bontebal, de heer Van der Lee, die het hebben over schotten. Daar heb ik net al wat over gezegd. Ik begrijp ook wel die opmerking, maar ik denk dat het goed is om te kijken hoe je dat dan kunt inrichten en of je het op die manier moet inrichten en dat dat echt is voor een nieuw kabinet. Meneer...